Ik ben Erik Simons, woon achter de Tejabeke, niet ver van de Belgische kust in het polderlandschap. De hoofdteelt is akkerbouw, tarwe, maïs, graszaad en ook aardappels. En daarnaast doen we ook nog aan een beetje hoventoerisme. Wat we ook nog doen is rooien voor gebuurlandbouwers. Rooien, inschuren, onder andere pootgoed, late aardappels, vroege aardappels. Sinds trooien hadden we dit jaar met dat droogjaar. Vorig jaar hadden we heel veel aarde in onze in de late aardappels. Ik was dat wel een beetje beu om al die knorren in te steken, te bewaren, te drogen, uit te schuren. Er was heel veel werk ook in de winter aan. En nu hebben we dan vernomen dat Tomra bestaat. Hebben we die machine aangekocht, veel minder personeel nodig. Heel proper product die ingeschuurd wordt. Ja, minder werk, alle voordelen. Beginnen we met de vroege aardappels de grond te bewerken. Poten begint half maart. Dan worden we de vroege aardappels, dan volgen de late aardappels in april, het poten. Wordt er gerooid vanaf eigenlijk half juli in de eerste vroege tot eigenlijk pootgoed voor de geburen dan. En dan de late tot eigenlijk, ja, eind oktober wordt eigenlijk gerooid. Het inschuren gebeurt altijd eerst met de stortbak, dan de tomra erachter. En dan de duoban, dat ze zo naar de loods kunnen. Dat we eigenlijk een heel mooi product in de loods leggen hebben. Voor de bewaring is dat prima. En dat wordt dan uitgeschuurd volgens, ja, de verkoop en de contracten januari, februari, maart tot april. En dat gaat dan naar de frietfabriek. Dus de voordelen van de tomra zijn gewoon dat je geen personeel nodig hebt om het in te scheuren, omdat wij toch wel in de natte jaren toch gemakkelijk aan 30-40% aardebrokken zitten tussen onze aardappels. Dus met de hand dat daar niet uit te krijgen. Personeel om dat te doen, dat vind ik ook niet, is ook niet meer te betalen. Ook de bewaring, moet eerst allemaal die aarde kunnen drogen. Moet dan terug in het uitschuren de stortbak plaatsen, terug aarde uit het raam. Een enorme volume die in lood zit, die daar ook niet hoeft te zitten. En met de tomra daartussen is alles mooi verwijderd. Het is een prachtig product in de loods en ook veel beter om te bewaren. De service is er eigenlijk een 4G-netwerkverbinding. Dus als er iets, ja, je begint aardappels mee uit te slaan of zo, kun je telefonisch contact opnemen. Zij nemen dan het scherm over en kunnen zo bijsturen van hun firma bij ons tot op de boerderij, dat het terug het scherm perfect werkt.